Ik ga weer een verhaaltje voorlezen met gebaren. En dit keer gaat het over een geitje. Ik ga het boekje We hebben er een geitje bij voorlezen van Mariet Huiberts. En voordat we gaan beginnen ga ik natuurlijk eerst weer een paar gebaren voordoen. En dan kunnen jullie die weer meedoen en goed oefenen. Het eerste gebaar is natuurlijk geit. Kijk, de geit heeft een sikje. En het sikje maak je na met je hand. Geit. Het volgende gebaar is koe. Want een koe is natuurlijk ook op de boerderij. En nog één gebaar. En dat gebaar hebben we de vorige keer ook al gemaakt in het boek van Nijntje. Dat is het gebaar voor konijn. Doe weer met je vingers alsof je de pootjes van het konijn tegen zijn neusje aantikt. Konijn. Dus we hebben geit, koe en konijn. Doen jullie mee? We hebben er een geitje bij van Mariet Huiberts. Op de kinderboerderij hebben ze er een geitje bij. Mick gaat er voor het eerst naartoe. Bij het hek ziet hij de koe. Daar staat hij, de koe. Boe, zegt de koe. Ik ben zo blij. We hebben er een geitje bij. Daarna komt hij langs het paard. Kijk, daar staat hij. Dit is het gebaar voor paard. Je doet alsof je met je handen de teugels van het paard vasthoudt. Paard. Het oude paard zegt heel bedaard. Hie, het wordt druk in de wei. We hebben er een geitje bij. Naast het klimrek en de wip loopt de bruine scharrelkip. Daar loopt de kip. En dit is het gebaar voor kip. Dus je doet met je vingers de snavel van de kip na. Tok, zegt de kip verheugd. Ei, ei, we hebben er een geitje bij. Vlak naast de stal waar Mick moet zijn, staat het hok van het konijn. Deze wisten we al, hè? Konijn. Het konijn zegt weinig hoor, maar hij straalt van oor tot oor. Naast de boer die staat te harken, ligt het biggetje en het varken. Daar is het varken. Het gebaar maak je zo, alsof je de neus van het varken maakt. Varken. Knor, zo juichen ze allebei. We hebben er een geitje bij. Kijk, daar is het varken. En het biggetje. Weet je het nog, het gebaar voor varken? Ach, zegt de boer, dat weet Mick al. Kom, dan gaan we naar de stal. Alle dieren lopen mee. Mee, zegt de moedergeit tevreden. Er zijn alle dieren. De koe, de varken, de kip en het paard. En het gebaar voor allemaal samen is dieren. Het kleine geitje ligt in het hooi. Sst, hij slaapt. Wat is hij mooi. Dit was het verhaal van We hebben er een geitje bij.
ik hoop dat je het weer leuk vond en dat je de gebaren goed hebt geoefend. We hebben er heel veel gedaan dit keer, hè? We hebben geitje gedaan en koe en paard en varken en het gebaar voor kip en konijn. Nou, als je wilt kun je natuurlijk het verhaaltje nog weer een keer terugkijken. Kun je alle gebaren nog een keer oefenen. Heel veel succes en tot de volgende keer.